dag. En ik ben altijd heel erg benieuwd hoe je nou je huisdier het beste kunt verwennen op zo'n dag. Mijn konijn die wordt eigenlijk iedere dag al behoorlijk verwend. Maar hoe zit dat eigenlijk met de dieren in een asiel? Vandaag ben ik in zo'n asiel. Kijk maar eens even mee. Dit is het kattenverblijf. En Rianne, die staat hier al klaar. Ik ben echt super benieuwd, wat doen jullie nou op dierendag? Doen jullie iets extra's voor de beesten en wat doe je dan? Nou, sowieso hebben we open dag op dierendag. Dus heel veel bezoekers die een kijkje kunnen nemen achter de schermen. Dus ze krijgen extra veel knuffels en extra aandacht. En bezoekers nemen dan ook altijd wat lekkers voor ze mee. En zo verwennen wij ze even extra op die dierendag. Oh, wat goed. En wat krijgen ze dan voor iets extra's, iets lekkers? Ze hebben gedroogde visjes of snoepjes of koekjes. Okay. Ja, dus van alles. En wat is nou het mooiste cadeau voor de beesten hier? Een nieuw huisje. Dat is eigenlijk wel het allermooiste. Nou, je hoort het. Het allermooiste cadeau voor deze dieren is natuurlijk een nieuw huis, een nieuw baasje. Dus mocht je overwegen om een huisdier te nemen, loop een keer langs het dierenasiel. Tot morgen!